Hoi, ik ga in deze video 7 tijdbesparende beauty hacks laten zien. Tips van huidverzorging tot en met make-up die je 's ochtends wat meer tijd geven als je haast hebt. Omdat je bijvoorbeeld nog een beetje in het ritme van school en werk moet komen. Kan ik me helemaal voorstellen nu de vakantie natuurlijk net afgelopen is. Aan het einde zit er ook nog een winactie van Nivea, dus kijk hem zeker tot het einde. En dan gaan we nu heel snel beginnen. Want we hebben haast. Niets vervelender dan een opmaakplek die een rommel is. Zorg dat alle producten die je dagelijks gebruikt verzameld zijn in een mooi mandje of bakje. Zodat je snel weet wat je nodig hebt en dat je er makkelijk bij kan. Zodat je geen tijd verspilt aan het zoeken van producten. En geef toe, het ziet er ook hartstikke leuk uit. Epileren is een tijdrovend klusje en mocht je daar nou echt even een keer geen tijd voor hebben, scheer dan wat haartjes weg. De bovenkant is ook heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat je wenkbrauwen een stuk verzorgder eruit zien. En dat kun je heel makkelijk doen met zo'n mesje als wat ik hier heb gekocht bij de Afrowinkel. Of het scheerapparaatje wat ik gebruik. En die gebruik ik echt onder mijn wenkbrauwen. Het is een tijdelijke oplossing en met een beetje nog concealer en een lichte matte highlighter, geen glans, kun je de haartjes nog beter naar de achtergrond laten verdwijnen. Het is uitstel van executie, maar als je echt geen tijd hebt, is het een snelle en makkelijke oplossing om toch verzorgde wenkbrauwen te hebben. Dit trucje kom ik overal tegen. Oogpotlood op een wimperkruller. Je krult je wimpers en je hebt gelijk een zwart lijntje. Deze bleek in de praktijk heel moeilijk om uit te voeren, maar niet onmogelijk. Tenminste als je genoegen neemt met een lijntje wat niet al te intens en te strak is. Maar voor een gesmudged, smoky lijntje werkt het wel. 2 vliegen in 1 klap. Gekrulde wimpers en een lijntje boven je ogen. Breng bronzer aan als een 3 op je gezicht. Je werkt zo heel snel en effectief, want je hebt gelijk op 3 delen van je gezicht bronzer aangebracht, waardoor je gezicht er mooi gecontourd uitziet. Dit werkt trouwens ook voor highlighter. Je maakt er wel een iets kleinere 3 mee, maar het is ook zeker hierbij op van toepassing. Breng lipstick niet alleen aan op je lippen, maar ook op je wangen. Het is gewoon net blushstick. Stip het aan, wrijf het uit en je hebt een frisse kleur op je wangen. 1 product voor meerdere dingen gebruiken is altijd handig als je in tijdnood bent. En dan heb ik nog een lipstick tip, omdat ik dol ben op lipstick. Matteer je lipstick en maak hem langhoudend door met een tissue en een beetje poeder over je lipgloss heen te deppen. Super simpel en werkt heel erg goed. Hiermee bespaar je door de dag geen tijd, omdat je lipstick minder vaak hoeft bij te werken. Heb je 's avonds weinig tijd of zin om je make-up eraf te halen? Dan is micellair water een perfect product. Deze van Nivea is er voor 3 huidtypen. Zowel voor de droge als de gemengde als de gevoelige huid. En werkt heel erg snel en verzorgend. Micellair water is geschikt voor zowel je gezicht als je ogen. En laat je huid schoon en zelfs een beetje verzorgd achter. En het werkt bijvoorbeeld ook super goed voor het verwijderen van swatches. Niet geheel onbelangrijk als beautyblogger. Eyeliner, lipstick, alles verwijderd in micellair water. En je kunt het winnen. Ik mag namelijk 5 keer micellair water en watjes weggeven. Abonneer je op mijn kanaal, geef aan dat je meedoet, laat weten welk huidtype je hebt en misschien ben je wel 1 van de 5 winnaressen. Nou, dit waren dan de 7 beauty hacks, tijdbesparende beauty hacks, tips. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien en dat je er vooral ook wat aan hebt gehad. Mocht je nou nog een handige tip of hack hebben om tijd te besparen, laat hem vooral hieronder achter in de comments op mijn site of op YouTube. En dan zie ik je heel graag volgende week weer. Tot dan! Doeg!